Dan gaan we zo meteen starten. En de start is om 1:15. Dames, red een kindrun, dat moet ik zeggen. Red een kindrun. En daar doen heel veel kinderen aan mee. Ik zie er nog niet zo heel veel in het vak, maar dat zal ongetwijfeld nog komen. Want ik heb gehoord, in ieder geval bij de inschrijving, dat dat hele vak eigenlijk helemaal stampvol moet zijn met kinderen. Ze lopen 1000 meter. 1000 meter. En dat gaat meteen langs de muur, de boulevard, en dan gaan we linksaf. We gaan eerst om de rotonde heen, dan gaan we de stad in en dan gaan we uiteindelijk finishen op de vismarkt. En ik heb te horen gekregen van een van de mensen achter Red een Kind dat jullie opgevangen worden bij de finish en dat jullie daar wat krijgen in de vorm van een ballon en nog wat. Dus dat is een verrassing. 1000 meter mensen, dat lijkt niet veel, maar voor die kinderen is dat natuurlijk best wel wat. En als je dan kijkt van wat zal de tijd dan worden, dan moet dat zo rond die 4 minuten worden. Dat de eerste of misschien daaronder binnen gaat lopen. Dus we gaan langs de boulevard richting de rotonde, daar komen ze terug. Ze gaan de stad in en we gaan finishen op de vismarkt, zoals iedereen dat doet. Nou, dat ziet er heel goed uit. Dat is in ieder geval een goede warming up. Dat betekent dat jullie goed warm aan de start beginnen, want het is fris op de boulevard. Even zien. Een mooie medaille.